mijn moeder werd 65 op een gegeven moment en vertelde mij dat ze niet langer elke dag met mij wilde optreden. En dat snap ik wel. Je zou toch elke dag met mij op moeten trekken. Dat is toch ook wat. Maar toen zei ze van, ik wil nog wel één keer in de week of zo, maar niet meer vaker. Ik zei, nou ja, leuk. Ik zeg, ik ben een jaar of 40. Ze zegt, nou ja, je zult nog even door moeten. Ik zeg, nou, dat is leuk. Ze zegt, maar ik heb nog wel een leuk liedje voor je geschreven. Een liedje, en dat gaat over je schooltijd van vroeger. Ik zeg, nou, dat komt goed uit, want mijn school zou afgebroken worden. Ik denk, nou, weet je wat ik doe? Ik ga toch vragen of ik nog in die school, die op dat moment eigenlijk al niet meer gebruikt werd, of ik daar mijn clip op mocht nemen. Dat heb ik gedaan. En het liedje is eigenlijk mijn eerste hitje geworden. Want vanaf dat moment wist heel Nederland wie René Kast was. Het liedje heet Supergave Tijd.